أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Broeders en zusters, mijn taak vandaag is om met jullie de komende half uur, drie kwartier te spreken over een onderwerp wat nogal breed geformuleerd is, vanuit de duisternis naar het licht. Maar inshallah ta'ala, binnen dat domein ga ik proberen een aantal zaken met jullie te delen. Ik denk dat de missie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gedurende de 23 jaar van zijn profetische da'wa, ik denk dat we die kunnen samenvatten als een geslaagde poging om de mensheid te leiden vanuit de duisternissen naar het licht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka, li tukhrijan nasa min al-zulumati ila al-nuri bi-idhni rabbihim, ila siratil azizil hamid. Hij zegt, Alif lam ra, dit is een boek dat wij aan jou, O Mohammed, hebben geopenbaard, zodat jij de mensheid uit de duisternissen naar het licht mogen leiden, met toestemming van hun Heer, naar het pad van de Almachtige, de eigenaar van alle lofbetuiging. En dit was ook de missie van andere profeten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah zegt, en voorwaar wij stuurden Mozes met onze tekenen zeggende, breng jullie volk vanuit de duisternissen naar het licht en herinner hen aan de dagen van Allah. Dus zie hier hoe in deze verse en in alle soortgelijke verse in de Koran waarin gesproken wordt over duisternis en het licht, dat daarin de duisternis in het meervoud wordt aangegeven en het licht in het enkelvoud. We spreken over het volumaat en over een noor. En dat komt omdat er natuurlijk meerdere paden zijn die leiden naar de duisternis. En er is slechts één pad dat leidt naar het licht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah zegt, en dat dit mijn pad is, een rechte pad, volg het dan en volg geen andere paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van zijn pad. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam visualiseerde dit vers door een streep te tekenen op de grond. En links en rechts van die streep tekende hij allerlei streepjes. En hij zei over die rechte streep, dit is het rechte pad van Allah. En over die streepjes links en rechts zei hij, dit zijn de paden van de Satans. En hij reciteerde vervolgens dit vers. Dus, en duisternis is ook in meervoud genoemd, omdat de duisternis verschillende manifestaties kent. Ongeloof is duisternis. Afgoderij is duisternis. Zondigheid, buitensporig zondigheid is duisternis. Onwetendheid is duisternis. En de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam, die is gezonden om ons uit al deze duisternissen te halen en te leiden naar het licht van een iman. En als je wil weten hoe revolutionair de missie van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is geweest en hoe effectief zijn da'wa is geweest, hoe effectief zijn poging is geweest om de mensen uit de duisternis te halen, kijk dan naar de wereld voorafgaand aan zijn komst. Als je wil weten wat de mate van het licht is wat hij gebracht heeft, kijk je naar de mate van duisternis waar hij die mensen uit heeft gehaald. De wereld ging gebukt onder een grijze wolk van duisternis en onrecht en onwetendheid. En de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zelf, hij zegt hierover in een hadith, Inna Allaha nadara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah keek naar de inwoners, naar de bewoners van de aarde. Dit is voorafgaand aan de komst van de profeet. En hij verafschuwde hen. Al-maqt is de excessieve vorm van een afkeer hebben tegen iets. Zowel de Arabieren onder hen als
de niet-Arabieren. Illa baqaya min ahlil kitab. Behalve een overblijfsel van de mensen van het boek. Dat gaat over enkele individuen die zich nog bevonden op het zuivere pad van Isa alayhi salam. En als je het verhaal van Salman al-Farisi kent, dan weet je dat zijn de individuen waar hij constant naartoe ging om leiding en om de waarheid te vinden. Dus dat is de situatie voorafgaand aan de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En in 23 jaar transformeert hij deze verachtelijke wereld in een baken van licht en leiding. 23 jaar. Dat is op de tijdlijn van geschiedenis nog minder dan een oogwenk. Ik ben zelf 40 jaar en voor mij is 23 jaar al heel weinig. Dat is toen ik mijn middelbare school afrondde. Dus ik denk nu terug en ik denk 23, dat is zo'n korte periode. Laat staan als we die 23 jaar op de tijdlijn van de geschiedenis van de mensheid zouden plaatsen. Er zijn historische ontwikkelingen geweest in Europa waar men naar verwijst als revoluties. Terwijl dat transformaties zijn geweest die heel veel tijd in beslag hebben genomen. Okay? En de definitie van een revolutie is juist dat iets heel snel gebeurt en dat het hele fundamentele verandering teweeg brengt. Zo spreekt men bijvoorbeeld over de wetenschappelijke revolutie. Terwijl dat een ontwikkeling is geweest die zeker meer dan 2 eeuwen in beslag heeft genomen. Men spreekt over de industriële revolutie. Terwijl dat een ontwikkeling is die zeker meer dan 1 eeuw in beslag heeft genomen. En dat waren niet eens, laten we zeggen, algehele veranderingen. Maar het waren slechts veranderingen binnen een specifiek domein. Bijvoorbeeld de wetenschappelijke revolutie ging over nieuwe manieren om kennis te verwerven. Met name dus de, wat ze noemen, de empirie, de op ervaring gebaseerde benadering, zeg maar, van de natuur. De industriële revolutie ging waarover? Ging over nieuwe methoden om arbeid te verrichten. Bijvoorbeeld de uitvinding van de machine, et cetera. Dus dat waren hele specifieke ontwikkelingen die ook nog hele lange perioden hebben geduurd. En daar spreekt men spreekt daarvan over een revolutie. Maar de revolutie van de profeet sallallahu alaihi wasallam duurde slechts 23 jaar. En het heeft niet een verandering binnen 1 specifiek domein opgeleverd. Bijvoorbeeld in de economie of wat dan ook. Het heeft de meest fundamentele aspecten van het menselijk leven weten te veranderen. Namelijk religie en moraal en het rechtssysteem en gewoontes en normen en waarden. Dat zijn zaken die duren normaal eeuwen voordat die veranderen. En het duurde daarna slechts enkele tientallen jaren voordat het grootste deel van de bewoonde wereld eveneens bekend werd gemaakt met deze hemelse boodschap. Dus dit is een echte transformatie van wonderlijke proporties. Okay? Zelfs niet-moslims die deze periode onbevooroordeeld hebben bestudeerd. En dan met een streep onder onbevooroordeeld. Zelfs zij spreken van een geschiedkundig wonder. En ik zal in dit kader 2 citaten met jullie delen. Van orientalisten en wat zij daarover hebben gezegd. De ene, Lord Sturp, hij zegt normaal gesproken groeien religies heel langzaam. Totdat er een sterke koning is die tot de religie bekeert. En dan wordt het de staatsreligie. Zo gaat dat, zo ging dat met het christendom ook. De Romeinse keizer Constantijn bekeerde zich tot het christendom. En hoppa, het hele continent is verplicht om de religie van de keizer over te nemen. Dus zo groeien religies normaal gesproken. Hij zegt in de islam is dat heel anders gegaan. Een nietsbetekenend nomadenvolk heeft geheel uit zichzelf allerlei grote obstakels overwonnen. En binnen 2 eeuwen wapperde het vaandel van hun religie van de Pyreneeën tot de Himalaya. We spreken hier over geografisch gezien een enorm groot gebied. En een andere soortgelijke. Hij zegt, dit is Will Durant, hij zegt, Mohammed sallallahu alayhi wasallam werd geboren in 570 in een arme familie, in een regio waarvan 3/4 uit woestijn bestaat, met weinig inwoners, bestaande uit rondtrekkende Bedouinen. Als zij hun rijkdommen bij elkaar zouden leggen, dan zouden zij niet eens in staat zijn om zoiets als de Hagia Sophia tot stand te kunnen brengen. Hij benoemt hier zeg maar de kaalheid van Arabië met betrekking
tot beschaving. Zodat het wonder wat daarna tot stand gebracht is, nog groter is dan wanneer het bijvoorbeeld door de Romeinen of de Perzen zou zijn gedaan. Hij zegt, niemand had toen kunnen bedenken dat zij in minder dan een eeuw tijd het halve Byzantijnse Rijk zouden bezitten. En heel Noord-Afrika en Spanje en delen van Azië. Deze gebeurtenissen, zegt hij vervolgens, behoren tot de meest verbazingwekkende gebeurtenissen in de middeleeuw. En daarom zeg ik ook altijd dat Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, de grootste generaal is geweest in de geschiedenis van de mensheid. En als ik dat zeg, dan denken mensen dat dat een emotioneel statement is, omdat ik moslim ben en dus mijn eigen historische helden wil ophemelen. Maar ik bedoel dat echt objectief genomen. Objectief genomen, dus als wij gewoon zouden kijken naar de resultaten die hij tot stand heeft gebracht, dan is hij de grootste militaire generaal in de geschiedenis. Waarom? Omdat wat hij tot stand heeft gebracht is heel snel gegaan en het heeft een blijvend effect. In 11 maanden tijd rekent hij af met de shoka van Perzië. Natuurlijk, Perzië was niet helemaal veroverd, maar de nekslag is gegeven door Khalid ibn al-Walid in Perzië. De nekslag voor de Byzantijnen is gegeven door Khalid ibn al-Walid in de Yarmouk. En daar heeft hij min of meer al afgerekend met deze twee rijken. Toen de moslims na hem kwamen, ja, was het gewoon het verzilveren van de winsten van Khalid ibn al-Walid. Dus 11 maanden tijd. En twee, want je kunt ook zeggen, zoals sommigen zeggen, ja, maar er zijn dus ook historische figuren die ook in hele snelle perioden hele grote geografische gebieden hebben veroverd. Bijvoorbeeld, noem eens iemand? Genghis Khan of Alexander de Grote. En dat is natuurlijk wel zo, maar dan zeggen we, waar zijn de sporen van die veroveraars? Ze hebben heel snel gebied veroverd, maar het ook heel snel weer kwijtgeraakt en niets significants achtergelaten. Maar Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, daar waar hij is geweest tot de dag van vandaag, zeggen de mensen la ilaha illallah en lopen ze voor Fajr naar de moskee. Dus dit zijn significante resultaten die daar behaald zijn. En omdat het de verbazing van veel Europeanen heeft opgewekt, zijn ze het gaan proberen te duiden op allerlei manieren. Kijk, je weet natuurlijk, als je iman mist en je wil een bepaald fenomeen gaan analyseren, dan ga je dat natuurlijk alleen maar volgens de bril van het materialisme doen. Want je hebt geen iman, je gelooft niet dat zij zijn geholpen door Allah en dat de malaïka aan zij hebben gestreden met hun enzovoort. Dus ze zijn verklaringen gaan zoeken. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd, ja, de futuhat waren eigenlijk gewoon geïmproviseerde plundertochten van Abu Bakr, die eigenlijk een interne conflict in Arabië wilden voorkomen, zoals gebeurd is met de Hurub al-Ridda, de oorlog tegen afvalligheid. Hij wilde die oproerkraaiers in Arabië, wilde hij bezighouden met plundertochten buiten Arabië, zodat het in Arabië rustig zou zijn. Nou, zoals heel vaak met de claims van de Orientalisten, kun je die heel makkelijk weerleggen. Want Abu Bakr had het namelijk verboden voor de Murtaddin, of de voormalige Murtaddin, de afvallige, om mee te doen aan de futuhaat van Sham en Perzië. Zij mochten niet eens meedoen, want hij wilde alleen een leger van oprechte mensen die hadden bewezen dat zij strijden voor islam. Pas vele jaren later, in de tijd van Omar, mochten de voormalige Murtaddin weer meedoen nadat hun toba bevestigd was. Dus dit is hoe makkelijk zij eigenlijk vaak te weerleggen zijn. En een ander argument is dat ze zeggen, ja, oké, ze hebben dan weliswaar het Perzische Rijk onder de voet gelopen en het Byzantijnse Rijk, maar eigenlijk waren die rijken al in verval. Het waren zwakke rijken. Nou, natuurlijk op het gebied van moraal en ethiek waren ze in verval. Maar op het gebied van de militaire capaciteiten spreek je over supermachten, met conventionele legers, met wapentuig en beroepsmilitairen. Kijk, de moslims waren over het algemeen vrijwillige strijders die een beetje ervaring hadden opgedaan met het zwaard en het paard hier en daar. Maar bij Perzië en Byzantium spreken we over beroepsmilitairen die van jongs af aan worden opgeleid en opgevoed in het leger.
En ze hebben wapentuig en aantallen en conventionele strategieën. Niet de Arabier die al-Karr wal-Farr toepast, de guerrilla-strijd, maar gewoon tactieken en strategieën enzovoort. Dus er is helemaal geen sprake van dat ze op dat gebied in ieder geval in verval zouden zijn. En mohim. Het zijn dan ook niet de wapens waarmee de moslims de wereld hebben veroverd, maar het is al-Iman. En met de Koran hebben zij de mensen uit de duisternissen naar het licht geleid. En de donkerste duisternis waar de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam de mensheid uit heeft weten te redden, is de duisternis van shirk. 13 jaar lang heeft hij de boodschap van het tawhid gepredikt in een samenleving die doordrongen was van shirk. En zo erg dat zij het concept van het tawhid als een verbazingwekkend fenomeen beschouwt. Dus de fitra was zodanig aangetast dat het tawhid juist hetgene was wat vreemd in de oren klinkt. Daarom zeiden zij ook: "Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un 'ujab." Heeft hij van de goden één god gemaakt? Dit is zeker iets verbazingwekkends. Dus en zij waren ook niet bereid om dan een serieus debat aan te gaan, om echt te luisteren van oké, wat houdt dat dan in, dat concept van het tawhid. En ze waren ook niet bereid om hun eigen religie op argumentatieniveau aan een kritische evaluatie te onderwerpen. Want wat zeiden zij nadat ze hun verbazing hadden uitgesproken? Ze zeiden, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Ze zeiden, ga maar, de leiders onder hen zeiden, of gingen weg en zij zeiden, blijf standvastig met jullie goden. Waarlijk, want dit is iets wat tegen jullie is ontworpen. Met andere woorden, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij predikt deze boodschap alleen omdat hij iets tegen jullie van plan is. Hij wil misschien de macht grijpen in Mekka, wat dan ook. Hij is helemaal niet geïnteresseerd in monotheïsme of wat dan ook. Dus dit is hoe zij het debat ontlopen. Ze zeggen gewoon, wees standvastig op je religie en ga verder niet in debat. En dan bedenken ze ook nog smaad- en lastencampagnes om de prediker, in dit geval de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zeg maar in zijn een smeercampagne om zijn integriteit onderuit te halen. En subhanallah, dit deed mij denken. En ze doen dat natuurlijk. Waarom vermijden ze dat debat? Omdat zij weten dat hun argumenten geen stand houden tegenover dat aantrekkelijke, duidelijke, overzichtelijke concept van tawhid. En dit deed me denken, subhanallah, aan een foto die ik van de week heb gekregen van mijn dochter. Ze was op school, waarschijnlijk was dat een biologieles. En ze maakte een foto van een slide waar les uitgegeven werd. En daar stond op, eigenlijk, het deed mij direct aan deze eieren denken. Daar stond op, wacht, ik pak hem even erbij. Even kijken. Ah ja, de slide zegt de evolutietheorie, dat is de titel. En dan staat er een natuurwetenschappelijke theorie. Dus ze blijven het nog wel steeds theorie noemen. Het is nog geen feit, het is een theorie. Maar dan staat daaronder niet vergelijkbaar met het geloof. En daaronder staat discussiëren is leuk, maar onzinnig. Hoe bedoel je onzinnig? Dit is dus exact de houding van Quraysh. Isbiru ala alihatikum. Ga niet in discussie, wees gewoon standvastig op je geloof en ga niet in debat. Hoe bedoel je, ga niet in debat? Waarom zou je de twee levensconcepten niet tegenover elkaar kunnen zetten en kijken waar is nou eigenlijk het meest bewijs voor het idee dat alles zomaar ontstaan is en geëvalueerd is, of het idee dat er aan het begin van de schepping een macht heeft gestaan die dat tot stand heeft gebracht? Hoef je het voor mij, wat mij betreft, niet eens Allah te noemen of wat dan ook. Sommige mensen noemen het intelligentie. Hè? Wist je dat in de wetenschappelijke wereld, als jij durft te spreken over het feit dat er achter de schepping intelligentie schuil gaat, maakt niet uit wat voor intelligentie dat is. We hoeven niet te spreken of dat een god is of een schepper. Gewoon dat er, zeg maar, dat het gemaakt is, dat er een gedachte achter schuil gaat. Dat het dus niet zomaar tot stand gebracht is. Dat je dan verbannen wordt uit de wetenschappelijke community.
Dat is echt zo. En voor degene die Arabisch begrijpen, kun je misschien de serie van Iyad Qunaybi gaan bekijken. Die heet Rihlat al-Yaqeen. Daarin behandelt hij al dit soort onderwerpen, maar dan gaat hij ook in op hoe die wetenschappelijke gemeenschap, hoe intolerant ze zijn naar mensen die gewoon een iets andere opvatting hebben over hoe de wereld is ontstaan. Al-Muhim. Maar de Koran is niet bang om tekst en uitleg te geven. De Koran die voorziet de lezer van logische argumenten om het concept van tawhid te onderbouwen. We hebben niks te verbergen. Het is niet zo'n abstracte theorie zoals de drie-eenheid, waar christenen vaak niet over durven te praten. Want ja, je komt al heel gauw in de problemen als je probeert van drie-een te maken en andersom. Maar de Koran is er open en duidelijk over. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ توحيد. إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ Subhanallahi amma yasif. Hij zegt, geen zoon heeft Allah genomen, nog is er een God naast hem. Dit is tawhid. Zou dat wel het geval zijn geweest, dat er meerdere goden waren, dan zou iedere God hebben weggenomen wat hij had geschapen, en dan zouden sommigen hebben geprobeerd om de anderen te overwinnen. Verheerlijkt is Allah boven wat zij aan hem toekennen. Dus, Allah legt uit in dit vers dat het niet logisch is dat er meerdere goden zijn. Want als er meerdere goden zouden zijn, die elk een deel van de schepping zouden bezitten. Want als jij godheid wil claimen, dan moet je verantwoordelijk zijn voor de schepping. Dan moet je kunnen scheppen en jouw schepping kunnen besturen. Dat is waarom Ibrahim, alayhis salam, ook in zijn debat met de Nimrod, met de koning van Babylon, wat zei hij tegen hem? Inna Allah ya'ti bi-shamsi min al-mashriq, fa'ti biha min al-maghrib. Laat dan zien dat jij macht hebt over het besturen van het universum, als je daadwerkelijk goddelijkheid wil claimen. Maar ja, dat kon hij natuurlijk niet. Fa'buhit alladhi kafar. Dus als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zou elke god aanspraak maken op een deel van de schepping. En elke god zou het gaan besturen op de manier waarop hij denkt dat dat goed is. En dan zou er natuurlijk onmogelijk sprake kunnen zijn van harmonie in het heelal. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in een ander vers: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Als er meerdere goden dan Allah, buiten Allah waren in de hemelen, dan was het, fasad, was het vernietigd. Want iedereen heeft zijn eigen natuurwetten, zijn eigen bepalingen, etc. Maar juist de harmonie die wij aanschouwen in het heelal is het ultieme bewijs dat er maar één iemand over die schepping gaat. Dus, vanuit het perspectief van de objectieve waarnemer, is het concept van het tawhid vele malen logischer dan het concept van veel godendom. En de Koran die laat de lezer ook niet in het duister tasten met betrekking tot de praktische manifestatie van shirk. Okay? Shirk is natuurlijk geen theoretische aangelegenheid. Het is niet iets wat alleen maar in de boeken staat, maar het heeft ook een praktische manifestatie in het leven, in de samenleving, als het ware. Kijk, je kunt natuurlijk deelgenoten toekennen aan Allah door middel van het richten van rituele aanbiddingen aan anderen dan Allah. En de praktische manifestatie daarvan in de Mekkaanse samenleving is dat de Quraysh bijvoorbeeld knielden voor hun afgoden, dat zij slachten voor hun afgoden, etc. Je kunt ook deelgenoten toekennen aan Allah door middel van het toekennen van zijn exclusieve namen en eigenschappen aan anderen dan Allah. En de praktische, of een van de praktische manifestaties daarvan, is dat mensen waarzeggers gingen bezoeken die claimen kennis te hebben van het ongeziene, terwijl dat een exclusieve eigenschap is van Allah. Je kunt ook deelgenoten toekennen aan Allah door middel van het schenden van zijn soevereiniteit, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen zijn alleenrecht op het bepalen wat wel en niet mag, wat halal en haram is, etc. Zo lezen wij in de Koran bijvoorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. En eet niet van datgene waarover de naam van Allah niet is uitgesproken, en dat is zeker een zware zonde. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. En de Satan, zegt Allah, die fluisteren of openbaren of inspireren hun handlangers van onder de mensen
liyujadilukum, zodat zij met jullie in discussie gaan. Wat fluisteren zij in? Zij fluisteren hen argumenten in, zodat zij met moslims in discussie kunnen gaan, zodat de moslims twijfels gaan krijgen in hun hart. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa in ata'tumuhum, innakum la mushrikun. En als jullie hen gehoorzamen, dan zijn jullie wel zeker veel goden aanbidders. Wat is hier aan de hand? Een discussie tussen de mushrikien en de moslims. En het ging over een kadaver, een dood dier. En dat kadaver mogen de moslims natuurlijk niet eten, omdat het niet geslacht is. Maar die mushrikien krijgen dus argumenten aangereikt van de satans. En inspiraties. Dus zij zeiden tegen hen, maar jullie eten wel als jullie zelf slachten. Maar als Allah slacht of doet sterven, dan eten jullie daar niet van. Dus dat was een argument om hen een beetje op het verkeerde been te zetten. Een beetje twijfel te zaaien in hun harten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als jullie hen hadden gehoorzaamd hierin. En jullie hadden gegeten van het kadaver. Met het idee dat het toegestaan zou zijn omdat het toch geslacht is door Allah. Dan zijn jullie mushrikien. Terwijl als je het had gegeten zonder het halal te verklaren. Dan had je, wa innahu lafisq. Het is een zware zonde. Dus zie hier hoe het veranderen van de regels van Allah, dus iets toegestaan maken wat niet toegestaan is en andersom, hoe dat wordt omschreven als shirk. En dit is dus hoe de Koran ons onderwijst over deze ultieme duisternis, genaamd shirk. En dit is hoe de Koran ons leert om op zoek te gaan naar de praktische manifestatie van shirk in de samenleving waarin we leven. Het is dus geen theoretische zaak die we alleen uit de boeken halen, maar we zoeken hoe manifesteert zich dat dan in de samenleving. En de Koran geeft ons voorbeelden hoe dat gebeurt. Want hoeveel mensen die lezen de Koran, of ze hebben deze misschien zelfs gememoriseerd, en ze lezen de verzen waarin gewaarschuwd wordt tegen shirk. En desondanks vervallen zij hierin, omdat ze bijvoorbeeld de doden aanroepen of op een andere manier anderen vereenzelvigen met de exclusieve eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zij kiezen er dus vrijwillig voor om in om in duisternis te verkeren nadat Allah subhanahu wa ta'ala hen het licht heeft laten zien. Wat dat betreft kunnen we stellen, en dit is misschien een gewaagde uitspraak, maar misschien kunnen we stellen dat de mushrikien van destijds, van Quraysh, een beter begrip hadden van het tawhid dan sommige moslims vandaag. En dit is ook de reden waarom zij zo stellig waren in hun afwijzing van het tawhid. Zij waren zelfs bereid om te strijden voor hun shirk. Waarom? Omdat zij heel goed begrepen wat de consequentie was van het accepteren van tawhid. Namelijk, de islam is niet slechts een setje van rituele aanbiddingen die in een gebedshuis worden uitgevoerd. Maar de islam heeft invloed op de inrichting van de samenleving, de inrichting van de economie, de inrichting van het sociale leven, de inrichting van het politieke leven enzovoort. En dat betekent dat de muwahhid zich dus dient te onderwerpen aan Allah in al deze domeinen van zijn leven. Dat begreep Abu Jahl heel goed als hij hoorde la ilaha illallah. Want als je la ilaha illallah verklaart, dan accepteer je dat Allah de wetten en de regels bepaalt. Niet alleen de regels die betrekking hebben op de rituele aanbiddingen zoals het vasten en het bidden enzovoort. Maar ook de regels die betrekking hebben op het maatschappelijke leven. Je eet en je drinkt volgens de wetten van Allah. Je trouwt en je scheidt volgens de wetten van Allah. Je koopt en je verkoopt volgens de wetten van Allah. En de machthebbers in Mekka, die zagen dus in de islam een bedreiging voor hun machtspositie. Want tot dan toe waren zij de machthebber. En met het proclameren van de shahada, met het uitspreken van de shahada, zouden zij de macht volledig moeten afstaan aan Allah subhanahu wa ta'ala. En de machthebber in de islam wordt gereduceerd tot een persoon die erop toeziet dat de wet van Allah wordt toegepast. En in de zaken waarin geen duidelijke regelgeving is hij bevoegd om daarin, zeg maar, regels te maken, et cetera. Dus je ziet eigenlijk wat een zuiver begrip zij hadden van het tawhid. In tegenstelling tot sommige moslims vandaag, de zogenoemde seculiere moslims. Wat in feite
een, hoe noem je dat? Een contradictio in terminis is. Als je zegt seculiere moslim. Want wat doen zij? Zij reduceren de islam tot een setje rituelen en een bundeltje symbolen. Wat, datgene wat leuk en aantrekkelijk maakt. Een beetje Eid vieren, een beetje schaapjes slachten, een beetje moskee bezoeken, feestelijkheden, etc. Terwijl zij hun maatschappelijke leven volledig inrichten volgens de principes van, noem maar wat, het liberalisme, het humanisme enzovoort. En het feit dat de islam zo'n compleet leefsysteem is, dat alle levensdomeinen bestrijkt, dat is ook exact de reden waarom de islam zoveel weerstand oproept bij de mushrikien van alle tijden. Niemand heeft moeite met de islam of met een islam die beleden wordt achter de voordeur. Daar heeft niemand moeite mee. Zelfs de mushrikien van Mekka hadden daar geen moeite mee. En daarom lieten zij de profeet sallallahu alaihi wasallam ook in de eerste 3 jaar met rust. Want de eerste 3 jaar van de profetische da'wa staat ook wel bekend als de geheime da'wa. Hoewel het eigenlijk niet geheim was. De mensen wisten er wel van. Maar er was geen aanleiding om in te grijpen, want het was eigenlijk een islam die werd beleden achter de voordeur. Er werd nog niet openlijk geproclameerd en openlijk een visie gedeeld op hoe de samenleving moest zijn, etc. Dus als je dat doet, dan laat iedereen jou met rust. Je mag best je moskeetje hebben en je tempeltje waarin je je rituelen uitvoert. Wanneer begon de weerstand tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam? Toen de boodschap openlijk verkondigd werd. Toen de islam zich openlijk begon te manifesteren. Toen de islam zich begon te bemoeien met het reilen en zeilen in de Mekkaanse samenleving. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn alternatieve wereldbeeld begon te presenteren. Toen de gangbare normen en waarden in de samenleving werden uitgedaagd. Toen werd het een probleem. Het werd al heel gauw duidelijk dat de moslims geen genoegen zouden nemen met een moskeetje ergens in de buitenwijk van Mekka. En dat ze daar hun rituelen zouden uitvoeren en vervolgens niks meer te maken zouden hebben met hoe het ruilde en zeilde in Mekka. Integendeel, de profeet sallallahu alaihi wasallam bad bij de Kaaba en sprak zich uit over de religie, de staatsreligie om het even zo te noemen. En sprak zich uit tegen de misstanden in die samenleving, zoals het levend begraven van meisjes en het onderdrukken van slaven en vrouwen enzovoort. Dus het is een proactieve religie die een standpunt inneemt over hoe het in de samenleving aan toe gaat. Het is niet een monnikenleven dat wij ergens in een tempel verrichten en vervolgens hebben wij niks te schaften met hoe het in de samenleving gaat. Er zijn groepen binnen het islamitische bestel die wel zo leven, bijvoorbeeld soefies. En daarom zie je dat wanneer de koloniale machten de islamitische landen binnentreden, dat ze dat altijd via die soefies hebben gedaan. Dat ze altijd die soefies in het zadel helpen, omdat dat de ideale groep is die je kunt hebben wanneer jij het land wil leegplunderen en je eigen beleid wil voeren. Want dat zijn toch mensen die hun dansje willen doen in de moskee en niks te maken willen hebben met hoe het eraan toe gaat. Dus de moslims waren heel duidelijk, zij wilden het woord van Allah subhanahu wa ta'ala het hoogste houden. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Dat was de missie, dat was het doel. En daarom zei Abu Jahl ook, ik geef jou 10 uitspraken. De Vesla zegt, geef mij 1 uitspraak. Dan zijn alle problemen zijn opgelost. De Abu Jahl zei, ik geef jou 10 uitspraken als je wil, behalve die ene van la ilaha illallah. Want hij weet, als hij dat proclameert, dan betekent dat hij zijn leven radicaal moet veranderen. Wie houdt de tijd in de gaten, broeders? Ja, de organisatie is weg, dus we kunnen gewoon lekker losgaan. Geen inshallah. We gaan richting de afsluiting, inshallah. Dus, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Een boek dat wij aan jou hebben geopenbaard, o Mohammed, opdat jij de mensen uit de duisternis, of uit de duisternissen, zouden we eigenlijk correct moeten vertalen, naar het licht mogen leiden. De Koran is dus een boek van leiding waarmee de mensheid zich kan verlossen van de ketenen van duisternis. Maar hoe kan dat dan dat sommige mensen die geloven in dit boek en het zelfs misschien hebben gememoriseerd, dat zij nog steeds in allerlei vormen van duisternis verkeren? Hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met de mate van hun overgave
en onderwerpen. Kijk, alleen als je je volledig overgeeft en als je je volledig onderwerpt, dan zul je worden geleid. Net zoals dat een zieke alleen kan genezen en herstellen als hij zich volledig aan de arts onderwerpt. Als hij die arts slechts gedeeltelijk gehoorzaamt, dan kan hij niet herstellen. Als hij de instructies van de arts ter discussie gaat stellen of zijn eigen visie op het genezingsproces voorrang geeft en denkt dat hij het beter weet dan de arts, of een deel van de instructies opvolgt en een deel niet, dan kan hij natuurlijk niet herstellen. En zo is de Koran ook een genezing voor degene die zich er volledig aan onderwerpt. En niet voor degene die de supermarktstrategie toepassen en daarin kiezen wat hen goed uitkomt. En deze volledige overgave, die vinden wij terug bij de Sahaba. En dat is ook exact de reden waarom de Sahaba zijn uitgegroeid tot een unieke generatie. Die daadwerkelijk de duisternis in al zijn variëteiten heeft weten te verlaten. En dit is ook exact de reden waarom wij het niveau van de Sahaba niet bereiken. Ik wil niet zeggen niet kunnen bereiken, maar niet bereiken. En dan kun je zeggen, ja, maar de vergelijking tussen ons en de Sahaba, die gaat mank. Want de Sahaba hebben natuurlijk onder unieke omstandigheden geleefd. Zij hebben de profeet sallallahu alaihi wasallam gezien, ze hebben hem meegemaakt enzovoort. Dus het is logisch dat zij zijn uitgegroeid tot een hoog niveau, tot een unieke generatie. En dan zeggen we, ja, dat klopt natuurlijk wel. Zij zijn ook op tal van punten zijn ze uniek, op een manier waar wij niet aan kunnen voldoen. Bijvoorbeeld, zij zijn geprezen door Allah. Hun deugdelijkheid staat onomstotelijk vast. Dat kan geen enkele generatie van zichzelf zeggen, behalve de Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier: de السابقون, de eerste moslims van de muhajirin en de ansar en degene die hen volgen in het goede, Allah is tevreden met hen en zij zijn tevreden met hem. Dus zij deugen met zekerheid en wij deugen alleen als wij hen volgen in het goede. Dus dat kan niemand over zichzelf zeggen, dat hij met zekerheid deugt. Ten tweede, zij stonden ook onder de constante toezicht van Allah, subhanahu wa ta'ala. En daarmee bedoel ik dat er een soort wisselwerking was tussen hun handelen en de Koran. Dus als zij een fout zouden maken, dan werd de Koran geopenbaard om hen te corrigeren. Als zij iets goeds zouden doen, dan werd de Koran geopenbaard om hen te prijzen. Als iemand valselijk beschuldigd werd, zoals in het geval van Aisha, dan werd de Koran geopenbaard om haar vrij te pleiten. Als zij een veldslag hadden verloren, dan werd de Koran geopenbaard om hen bekend te maken met de redenen waarom zij die veldslag hebben verloren. Er was dus een actieve, actuele wisselwerking tussen hun handelen en de Koran. En dat kan natuurlijk geen enkele andere sahabi of generatie zeggen, behalve de sahaben. Maar de vraag die we in dit kader moeten stellen is: is dit het werkelijke geheim achter hun succes? Het feit dat zij leefden met de profeet sallallahu alaihi wasallam ten tijde van de openbaring van de Koran. Is dat het werkelijke geheim achter hun succes? Nou, misschien is het dan goed om af te sluiten met de vraag: waarom zijn de sahaba uitgegroeid tot zo'n succesvolle generatie? Het lijkt natuurlijk geen twijfel dat het gezelschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam en het aanschouwen van zijn wonderen, dat dat een enorme impact heeft gehad op de sahaba en dat hun iman daardoor ook constant op een piek was, et cetera. Maar is de aanwezigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam wel een vereiste om het succes van de sahaba te kunnen bereiken? Dat is eigenlijk even de hamvraag hier al. Is het een vereiste dat de profeet in ons midden leeft om succesvol als de sahaba te kunnen zijn? Ik zou betogen dat dat geen vereiste is. Waarom? Want als dat wel een vereiste zou zijn geweest, dan zou de islam geen universele religie zijn. Dan zou het eerder een sekte zijn of een hervormingsbeweging die in elkaar zou storten bij het overlijden van de leider. Zoals we zien bij heel veel sectes en bewegingen. Zodra de leider komt te overlijden, dan stokt alles in elkaar. Maar wij zien juist dat de sahaba
na de dood van de profeet sallallahu alaihi wasallam deze religie in het oosten en het westen hebben gebracht en de volkeren van de wereld uit de duisternissen hebben getrokken naar het licht. Dus min ubadil bashar of min ubadil hajar ila quwadil bashar wordt gezegd, van het aanbidden van steen naar het lijden van de mensheid. En nogmaals, in die korte periode waar we het net over hebben gehad. Dus de fysieke aanwezigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam is geen vereiste voor succes in de religie. Wat is dan wel een vereiste? Wat een vereiste is, is de houding die men heeft ten opzichte van het nalatenschap van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Oftewel de openbaring. En als we spreken over de openbaring, dan spreken we natuurlijk over de Koran en het praktische voorbeeld en de uitleg daarvan van de profeet sallallahu alaihi wasallam, oftewel de sunnah. Dus de Koran en de sunnah. De sahaba zijn zo succesvol geweest vanwege de manier waarop zij omgingen met de openbaring. En aan de hand van deze analyse kun je dadelijk opmaken dat wij eigenlijk ook het pad van de sahaba kunnen bewandelen. Dus dat de aanwezigheid van de profeet sallallahu alaihi wasallam niet essentieel is om een bepaald hoog niveau en succes te bereiken in de religie. Want wat de sahaba hier hebben gedaan, de reden achter hun succes, is iets wat wij vandaag de dag ook zouden kunnen doen. Namelijk, ten eerste, de openbaring was hun enige bron van lijden. Oké, dus hun kennis over Allah. Hun opvattingen over moraliteit, over normen en waarden, hun begrip van goed en kwaad, enzovoort. Dus de bron van hun leiding was uitsluitend de openbaring. Zij werden niet beïnvloed door de gangbare ideeën in hun tijd, door de filosofieën die men in die tijd aanhing. Sterker nog, zij waren helemaal geïsoleerd van de beschaafde wereld, om het even te zeggen. En dat is waarschijnlijk ook een van de wijsheden waarom Allah subhanahu wa ta'ala de profeet sallallahu alaihi wasallam in Arabië gestuurd heeft. Omdat dat een gebied is wat geïsoleerd was. Er was geen beschaving, er waren geen denkers, geen filosofen. Dus toen de Koran neergezonden was, was het een zuivere theorie die zuivere harten trof. En het compatible, gelijk. Je hoeft niks te wissen daar, want er was niks. Er waren dichters, was het. Die dichten over dingen die je gewoon kunt zien. Een kameel loopt door de woestijn. En vrouwen beschreven ze, een beetje natuur, et cetera. Maar er was geen diep gewortelde filosofie en opvattingen over het leven enzovoort. Dus de Koran was hun bron van leiding. Hun enige bron van leiding. De masdar talaqi, om het even zo te zeggen. De bron waaruit ze putten. En wij daarentegen, wij hebben allerlei invloeden toegelaten in ons leven. Zelfs als je denkt dat dat niet zo is. Als je jong bent, denk je, ik weet het allemaal wel. Maar als je ouder wordt, dan word je constant geconfronteerd met jouw eigen ik. Dan ben je ook wat serieuzer, dan ben je ook wat objectiever. En dan kom je erachter dat zelfs jij, degene die zijn best doet om weg te blijven bij alles wat Allah verboden heeft. En zijn denken te formateren en proberen de islam volledig te accepteren en te internaliseren. Zelfs wij zijn geconditioneerd en hebben allerlei dingen geleerd die ons begrip over goed en kwaad enzovoort bepalen. Kijk, vandaag bestaat er natuurlijk een wereldwijde cultuur die iedereen door de strot geduwd krijgt. Maakt ook niet uit waar je op aarde bent. Het enige wat je nodig hebt is zo'n telefoon en een beetje wifi. Niet heel veel, 4G, een beetje. Daarom zie je in Marokko, gaan ze altijd bij die cafeetjes, zitten ze helemaal eromheen in een straal van 500 meter. En zie je al die jongetjes, iedereen heeft wifi nodig. Want dat is je connectie met die wereld die jou dus constant aan het injecteren is met allerlei ideeën en normen en waarden enzovoort. Dus het maakt niet uit waar je in de wereld leeft. Je wordt beïnvloed. Laat staan als je in het hol van de leeuw leeft, zou ik eigenlijk bijna even in termen willen zeggen. In het hol van de leeuw. Dan kun je je natuurlijk niet onttrekken aan de invloeden van deze samenleving. Invloeden die je hebt geabsorbeerd in je opleiding, uit de media, uit de populaire cultuur. Uit eigenlijk de cultuur die hier dominant is. Van jongs af aan hebben we dingen geleerd. En die hebben ons geconditioneerd. Dus onze opvattingen zijn vertroebeld.
zodanig dat we soms zelfs een afkeer krijgen van de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala. Bijvoorbeeld, oké, ik kan even geen ander voorbeeld noemen, excuseer mij hiervoor. Polygamie, moet even, toch even een heet hangijzer aantrekken. Bijvoorbeeld, dat wordt gezien door sommige moslims als onrecht jegens vrouwen. Hoe komt dat? Omdat daar verhalen over zijn en in de media en in de cultuur en in de boeken en in de media. Dat wordt geclaimd, dus wij absorberen dat soort ideeën. Terwijl het gewoon een wet natuurlijk is. Het is een wet van Allah subhanahu wa ta'ala. En het is niet eens, voor het welzijn van de man bedoeld alleen, maar voornamelijk natuurlijk voor het welzijn van de vrouw. Als je dus, het gaat niet om dat een man meer vrouwen kan huwen, het gaat erom dat elke vrouw kans heeft om een man te huwen. Dat is eigenlijk een beetje ook de reden waarom deze wet bestaat. Ik las jaren geleden een artikel van iemand over deze kwestie. En hij had allerlei statistieken geraadpleegd. En bleek dat dus in de hele wereld, zonder uitzondering, één uitzondering kom ik straks op, maar in alle landen van de wereld zijn er dus structureel meer vrouwen dan mannen. Behalve in India, maar dat komt omdat ze daar weer hele rare opvattingen over vrouwen hebben. En daar gebeuren dus per dag 3000 abortussen. Zodra ze weten dat het gaat om een meisje, plegen ze heel veel, plegen abortus. Omdat een meisje wordt gezien als een financiële last. Zij moeten bruidschat aan de man geven als ze gaat trouwen. Dus ja, je weet, gewoon arme gebieden in India. Dus mensen kiezen ervoor om dat dan abortussen te plegen. Dus 3000 abortussen per dag, moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Dus dat is het enige land waar meer mannen dan vrouwen zijn. Dit was wel iets van 20 jaar geleden dat ik dit artikel las. Dus ik weet niet hoe de verhoudingen nu zijn. Ik denk dat het alleen maar nog schever is. Want het heeft ook te maken met natuurlijke oorzaken. Vrouwen leven langer, zijn gezonder, enzovoort, enzovoort. Maar hij zei dus, en het ging echt om tientallen miljoenen vrouwen die dus meer dan mannen. En hij zei dus, stel nou dat elke man gewoon zou trouwen. Elke man zou zijn ware vinden en zou getrouwd zijn. Dan hou je alsnog dus tientallen miljoenen vrouwen over. Nou, wat kun je dan doen? Die gaan natuurlijk op een goed moment op zoek naar het bevredigen van hun behoefte, naar het stillen van hun natuurlijke aanleg enzovoort. En daar krijg je natuurlijk alleen maar ellende van. Dus wat is nou beter voor die samenleving? Dat sommige mannen die dat dan aankunnen en zo, nog een tweede of een derde erbij nemen, zodat iedereen recht heeft op een huwelijk, of dat we die vrouwen aan hun lot overlaten. Kijk, de islam is een realistische religie. Wij zijn niet idealistisch, roepen maar wat dingetjes, vrouwenrechten. En ondertussen heb je de prostitutie, heb je bestialiteit, heb je pornografie, heb je uitbuiting, heb je mensenhandel, heb je van alles en nog wat gebeurt er, maar het vreemd is wel, we zijn het land of het continent van de vrouwenrechten. Islam die dealt met de realiteit zoals die op de grond is. Hij is niet idealistisch met slogans gooien terwijl er op de grond allerlei dingen gebeuren. Dus wij behandelen dat probleem af door meerdere vrouwen te huren. Ik was een keer bij een debat, ik ga nu wel heel uitweiden hoor, maar ik voel me een beetje op mijn gemak zo, dus ik hoor wel wanneer ik moet stoppen. Ik was een keer bij een debat, bij een kerk was dat geloof ik. En ze zien een moslim, houdt een praatje over de islam, dus je krijgt een kogelregen aan vragen over onderdrukking, geweld en dit en dat. Nou, een beetje weten af te wimpelen allemaal. Toen kwam er zo iemand naar me toe en hij zei, dus jij wil beweren dat de islam een vreedzame religie is, omdat ik dus al die argumenten over geweld een beetje had kunnen tackelen. Toen zei ik, nee, ik beweer dat de islam een realistische religie is. Dat wil zeggen, we zijn niet pacifistisch, we zijn niet mooie slogans als even de andere wang toekeren als ik geslagen word. Nou, als ik geslagen word, dan, ik zei, dan beuk ik je in elkaar. Het was een wat oudere meneer, maar het vloekte er zo uit. Maar om even een statement te maken van, luister, ja, we staan op onze strepen. Hè? We laten het niet gebeuren dat ons onrecht wordt aangedaan. Dus realisme, als je aangevallen wordt, dan ga je toch, weet je wat het christendom heeft gedaan? De zogenoemde religie die de andere wang toekeert. Er is geen religie op aarde die zoveel doden op zijn geweten heeft als het, en dan moet ik wel bij zeggen, het Europese christendom.
alle ellende is christelijk gemotiveerd. Dan praten we over de slavernij. Dan praten we over het uithollen of het uitmoorden van continenten. Zoals Amerika, Zuid-Amerika, Australië. Allemaal vanuit het christelijke idee dat het christendom moet worden verspreid en zo. En slavernij zou zijn gerechtvaardigd omdat de Afrikanen de nakomelingen waren van Jefit, volgens mij was dat de zoon van Noah, Jefit. En dat bleek dan een opstandige zoon te zijn. Dus zijn nakomelingen, die mogen we dan allemaal even in slavernij brengen. Dus zo werd, en natuurlijk kolonialisme, en natuurlijk vergeet niet de oorlog in Irak. Want Bush had een wahi gekregen van Allah, dat hij dat moest gaan doen. Dat is hij letterlijk op tv zo gezegd. Ik heb een openbaring gekregen, of een, weet ik veel, een stem zei die, waarschijnlijk was het een shaitaan die hem een wahi gaf. Maar ook weer vanuit het idee, hè? El Moeim, waar waren we? Voor lichaam. Nee, dat sluiten we af, anders krijgen we ruzie met de andere. Het wordt niet live uitgezonden, hoop ik, hè? Even kijken. Nou, dus over het idee dat islam realistische oplossingen biedt voor problemen die er gewoon zijn in de wereld. Ik ga afsluiten, broeders. Dus de sahaba, die nemen hun leiding uitsluitend uit de openbaring. Oké, en wij laten invloeden toe. Andere soort invloeden die ons conditioneren en vertellen over hoe wij moeten denken. Ten tweede, en dit is het punt waar ik mee afsluit. De sahaba lazen de Koran als een instructieboek. Zij lazen de Koran om te ontdekken wat zij moeten doen. Of wat zij juist niet mogen doen. En zij gingen dat vervolgens eerst doen. En daarna gingen ze pas verder lezen. Zoals Ibn Mas'ud ons vertelt in de openbaring. 10 verzen, dat is wat Ibn Mas'ud heeft gezegd. 10 verzen, vervolgens op zoek gaan naar de betekenis. En dan uitvoeren wat erin staat. En dan verder gaan met de 10 volgende verzen. Dat is hoe zij dat deden. En dat is natuurlijk een fundamenteel verschil met hoe wij de Koran benaderen. Wij lezen de Koran voornamelijk voor intellectuele verrijking. Dus onze kennis vermeerdert, maar ons gedrag blijft hetzelfde. Iemand van ons kan de tafsir hebben bestudeerd of gelezen van Al-Fatiha tot de Nas, maar nog steeds hetzelfde leven leiden als dat hij daarvoor heeft gedaan. Of het kost ons jaren om te veranderen. Simpele veranderingen aanbrengen in ons karakter, in ons gedrag, in ons uiterlijk, kost jaren. We zijn zo traag. He, omdat we allerlei obstakels moeten overwinnen. Of we gebruiken de Koran om onze artistieke talenten tentoon te stellen. Dus het gaat om het melodieuze karakter van de recitatie of de precisie waarmee de woorden en de letters worden uitgesproken. Overigens een belangrijk onderdeel van de Koran, absoluut geen slecht woord daarover. Maar wat hebben we nou precies gelezen? Daar gaat het uiteindelijk om. En wat wordt er nou eigenlijk van ons verwacht? En wat moet ik nou eigenlijk praktisch gaan uitvoeren? Dat gaat vaak langs ons heen, want ons leven blijft gewoon hetzelfde. Terwijl de sahaba, als zij Dar al-Arqam betraden, om de nieuw geopenbaarde Koran aan te horen, ja, dan verlieten zij dat huis een paar uur later om direct aan de slag te gaan met datgene wat ze daar hadden geleerd. Dat is de Koran beschouwen als een instructieboek. En er zijn tal van voorbeelden in de sira die dat bewijs neemt. Bijvoorbeeld het verbod op alcohol. Hoe de sahaba direct toen dat vers werd geopenbaard. Dan gaat er zo'n munadi door de straten van Medina. Zo'n oproeper. Omdat ja, de WhatsApp service nog niet actief was. Dus dan gaat zo'n oproeper door Medina. En dan was het alcohol is verboden. En de mensen die op dat moment nog alcohol aan het nuttigen waren, die gooien de flessen kapot totdat de straten in Medina rood zagen van de wijn. Sommigen hadden het nog in hun mond, spuugden het uit. En sommigen moesten hun vinger in hun keel stoppen om datgene wat al in de buik was, om dat eruit te spugen. Zo precies en sensitief waren zij als het ging om het uitvoeren van de instructies van de Koran. En dat is natuurlijk een fundamenteel verschil tussen ons en de sahaba, die houding tegenover de openbaring. En dat is waarom ik dit allemaal vertelde, dat is het geheim achter hun welslagen en achter hun succes. Nu, concluderend kunnen we zeggen, de bronnen waar de sahaba hun leiding uit ontrokken, die hebben wij ook. De Koran en de Sunna inderdaad. Het enige dat wij hoeven te doen, is diezelfde houding aannemen ten opzichte van die bronnen. Dus het lezen
om te doen. Het lezen als een instructieboek. Waarschijnlijk moeten wij ook eerst wat formateren en even alle ideeën en opvattingen die we hebben gehad, even formateren. En de Koran als het woord van Allah, dat gezonde is vanwege de inhoud. Niet vanwege alleen het melodieuze karakter wat je daarmee tot stand kunt brengen, et cetera. En om echt af te sluiten, een mooie manier om dit te doen, want heel vaak denken we bij de Koran, het toepassen van de Koran, dan denken we al gauw aan staatsinstituties, die moeten het strafrecht invoeren en er moeten handen afgehakt worden, et cetera. Maar het kan ook natuurlijk in jouw privé domein. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het lezen van Surat al-Hujurat, waarin Allah subhanahu wa ta'ala de moslims constant aanspreekt. En vervolgens volgt er een opdracht dat je iets moet doen of iets niet moet doen. Ja, ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Komt iemand met het nieuws, ga naar onderzoek voordat je allerlei pagina's op Facebook gaat bekladden. Zoek uit of het klopt. Ja, ayyuhal ladhina amanu, la yaskha qawmun min qawm. Maak elkaar niet belachelijk. Wala ya'tab ba'dukum ba'da. En roddel niet over elkaar. Ja, ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Vermijd de meeste kwade vermoedens. Dus dit zijn allemaal opdrachten die binnen onze mogelijkheden liggen om uit te voeren. Dus het is een goede testcase om Surat al-Hujurat te gaan lezen en vervolgens te gaan zeggen, oké, wat kan ik hiervan direct in de praktijk brengen? Ik hou het inshallah ta'ala hierbij. Jazakumullahu khair. We zijn een beetje links en rechts afgeweken van het onderwerp, maar ik hoop dat het niet storend is geweest. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jullie komst, om jullie te belonen voor jullie komst. Ik waardeer heel erg dat jullie hier aanwezig zijn geweest vandaag. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons, zoals wij hier samen zijn gekomen, samenbrengen in el firdaus al a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasbuna ulaika rafiqa wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.